What up, what up? Het is je boy Demo en je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battle The Judgment. En ik ben natuurlijk met de judges Tim Beumers, Excellent, Kimo en onze gastjurylid EZG. We hebben het over de battles van de 1/8e finale. Dit keer gaan we het hebben over een toffe battle, vind ik zelf. Eerste keus tegen Noozy. Ik begin bij Tim, wat vond je ervan? Ja, hele harde battle sowieso. Een van de battles van de avond die heel moeilijk is om te judgen, omdat er heel veel bij komt kijken. Ik heb er net buiten al een paar gesprekken over gevoerd. En, wat voor soort gesprekken dan? Nou, geen geld keuze gekregen voor je cijfers? Nee, dat was alleen van Stef. Eerste keuze die... eerste keuze iemand die gewoon consistent altijd gewoon delivered wie hij is en dat goed doet en kan. En Noozy is iemand die vanaf Choking Noozy aan het groeien is, ook richting een heel goed level. En ik heb het vergeleken buiten met als je een auto hebt, die koop je en die rijdt 200 km per uur. Die heb je voor het eerst, ben je pakkend blij dat je zo hard kan rijden. En op een gegeven moment dan ben je daaraan en dan ben je gewoon normaal 200 km per uur aan het rijden. En dat is nog steeds een fucking goede auto, alleen... Je bent eraan gewend geraakt. Dat is met keus. Noozy hoeft zeg maar alleen maar naar het level van keus te komen. En het publiek is helemaal wow. Weet je? Als keus op zijn eigen goede level komt, is het normaal. Weet je? Mensen zijn daar aan gewend. En daardoor merk je aan een groot publiek niks in nadelen van Noozy's prestatie. Want je zegt keihard. Het maakt het gewoon heel moeilijk om te judgen. Omdat je gewoon... mee kan gaan in die emotie. Iedereen is fucking blij dat Noozy zeg maar zo goed uit de verf komt tegen iemand als keus. Maakt het dat per definitie een betere battle van Noozy's kant? Weet ik niet. Lijkt het wel heel snel. Ja. Omdat, weet je, Noozy heeft alle ruimte om zichzelf te overklassen. Voor keus is dat moeilijker. Okay. En dat zie je, dat heb ik vanavond bij een aantal battles gezien. En dit was de eerste daarvan. Dus dat vond ik heel moeilijk. Maar ja, om het al... Ik zie je Excellent een beetje af en toe meeschudden. Ja, want ik vind dat als zolang Keus doet wat Keus doet, is het all good, man. Ja. Keus is been killing it from the get-go. Mm-hmm. Vanaf de fucking theateraudities was hij aan het slicen tot nu. Mm-hmm. Hij is undefeated in Punch-Out nog, man. Mm-hmm. Niet eens close to the feet gekomen. Niet eens close, brother. Maar zolang Keus doet wat hij doet, of je er dan gewend bent aan of niet, ja, Keus killt altijd. En ik vond hem vandaag gewoon weer fire. Ja. Ik vond hem weer fire, man. Maar, ik snap je punt. Ja, heb je het maar ik blijf hem fire vinden, man. Heb je het ja, ik kijk niet naar het publiek, man. Nee, ik ook niet. Maar daarom verklaar ik dit. Kijk, voor het publiek, Noozy kreeg vol feedback. Ja, is ook Keus zo. Ook. Natuurlijk. Nee, maar omdat Noozy heeft die van, je bent blij om hem goed te zien presteren. Ja, want je weet waar je vandaan komt. Precies, hij heeft die gunfactor. Je hebt gelijk. Maar ik bedoel, van, ik wil niks wegnemen van Keus. Het is alsof van, je bent gewend aan wat Keus doet, alsof het nu minder is of zo. Maar ik vind Keus altijd fire, man. Ja, vanaf het begin hij nog steeds fire, man. En hij heeft gewoon weer gekild vandaag, man. Ja. Ben hij blijft het gewoon doen, want het is ook een kunst om het te kunnen blijven doen. Mm-hmm. Als mensen al weten dat je gaat killen, om dan te blijven killen, om toch weer aan die verwachtingen te voldoen. En het lukt hem wel elke keer weer. Mm-hmm. Het is hem vandaag ook weer gelukt, weet je. Ja. En ik zeg gewoon eerlijk wat ik erbij moet zeggen, man. Ik had een Noozy pet af voor die man. Want ik weet niet wanneer het was, eerste of tweede ronde. Maar ik had het moment dat ik dacht, gaat Noozy hem nou pakken, joh. Ik dacht gewoon, oh, wat? Met die 5 seconden tellen. Ik dacht, gaat Noozy hem gewoon pakken nou, joh. Maar toen, ja, toen jammer, toen was het een beetje net too much. En toen dropte hij de bal weer, weet je. Maar Noozy had het momentum te pakken, ja, ergens. Dat ik dacht, van, gaat hij het nou flikken, joh. Ik merkte persoonlijk dat een beetje gebeurde in het begin van de tweede ronde. Toen kreeg Noozy het publiek heel erg mee. Hij gooide een hele goede punch en het publiek ging warm. En het clean kon finishen. Ja. Zo was het. Het was het moment dat hij chokte. Dat jij hem die had gezegd, dat hij had de keuze maar 5 seconden had geneukt met die ene chick. Dat hij zo lang jij dat is geen joke, dit is hoe lang jij hebt uitgehouden met je chick. En toen dat moment moest hij vasthouden en doortrekken tot het einde. Misschien schrok hij er een beetje van. Dat had ook gekund, dat had ook gekund. Veel werd oké, wow, ik heb nu echt iedereen achter me staan, nu moet ik. Ja, dat verhoogt ook een beetje de druk. Hij laat zich snel afleiden door de reacties van het publiek. Kijk, intussen blijft Keus doen wat hij doet, consistent killen, snap je? Kijk, Noozy gaat zo, en Keus blijft gewoon daarboven gewoon rustig gaan. Hij blijft gewoon gaan.
bam. Snap je? Ja, we merkten in deze battle inderdaad dat Noozy wel echt een paar stumbles hier had. In de eerste ronde, in de derde ronde ging het ook een beetje mis. Vorige battle had hij toch een soort van een battle gedaan waar hij toch een soort van drie rondes clean kan. Ja. Hoe komt het, Kimo, denk je dat het nu toch een soort van weer dat stumble ding is geworden? Ja, ik had het gevoel dat hij gewoon toch afgeleid werd of zo door de reacties. Of hij kijkt op zich heen en dan raakt hij het gewoon kwijt. Dus hij moet gewoon werken aan die concentratie. Als dat goed zit, dan kan je daarna een beetje gaan spelen met het publiek of reageren op dingen of whatever. Maar ja, goed, ik vond het ook nice, weet je, dat hij er eerst mee speelde, die stumble. Maar ja, dat maakt het des te jammerder. Dat je dan in de derde ronde echt gewoon stand of eigenlijk ronduit choke. Ik heb ook echt choke opgeschreven, dat was een choke. Ja. Maar hij had wel een paar nice bars. Vond dat hij ook vergeleken de kut van zijn moeder met het elastiekje in zijn haar. Ja, ja, die was fire. Het is uitgerekt, heeft een slechte band. Ja, slechte band met haar. Haar. Ja. Hey, haar. Haar. Ja. Haar. Ja. Accepteer de punch. Havo. Ja. Havo. Oké, dus je vond het op zich wel een goede bed. Ik hoor heel vaak, zeg maar in de wandelgangen waar ik altijd ben, dat heel veel mensen zeggen van, dat heel veel mensen zeggen van ja, als Noozy drie rondes lang gewoon al zijn bars gooit clean, dat hij misschien wel van heel veel mensen zou kunnen winnen. Als ik zeg, waar ben ik aan de sportschool, ik was niet zo dik geweest. Ik weet wel zeker dat hij heel veel mensen zal killen, man. Alles, weet je, daar heb je niks aan, toch? Hij moet gewoon op dat moment moet hij gewoon presteren. Okay. Dit was het niet voor volgens jou. Nee, weet je wel? Ja, hij vond het weer op het einde, man. Het is zonde. Ja, zonde. Weet je het zusje van Noozy eigenlijk? Gele Funani. EZG heeft alles in dat telefoontje van hem. Dat is echt de magic. Ja, maar die bar was nice. Hij ruimde de naam van zijn zus en zei, weet je wat daar ruimte? Toen zei die Gele Funani. Ja, dat is wel lekker simpel, maar ik ging helemaal plat. Ik stak mijn eikel in die pinda en kreeg notenallergie. Veel van die pinda en maluku shit. Jij staat op een manga lijstje, want je lijkt op een manga meisje. Ja. Hij had ook een scheme over het kapen van de trein. Ja, ja. Scheme. Dat is bijna een 16 volgens mij. Ja. Hij zei, je kaapt in de trein in de stilte coupé. Ja, je kaapt. Is Keus nou de enige dit seizoen die nog onverslagen is? Volgens mij wel. Hè? Iedereen heeft een keertje verloren, man. Stef zelfs heeft een keer gelassie, Terry heeft een keer verloren. Iedereen in die top heeft een keer verloren. Keus is de enige die nog niks heeft verloren dit seizoen, man. En wat zegt dat volgens jou? Waldo. Nee, Waldo heeft een keer, volgens mij, van Crazy S. Ja, Waldo heeft een keer verloren van Crazy S. Ja, man. Snap je? Dus wat dat zegt tegen mij, zou gek zijn, stel hij wint dit seizoen onverslagen, om dan tegen Mennis gaan die ook onverslagen is. Uit seizoen 1. Je denkt al... Ik denk misschien al te ver, man. Maar dat zal gek zijn. Twee undefeated champions die dan tegen elkaar gaan en eentje gaat moeten verliezen. Is dat hetzelfde event waarin je QC tegen Giant komt? Ja, dat event, ja. Een event waar ik voor 5000 ga battelen tegen jullie. De kaartjes zijn niet beschikbaar via Limburg. Kaartjes.li, is dat de extensie van Limburg? Hey, er waren natuurlijk 20.000 quotables van de eerste keuze, maar wat ik ook een nice vond, en die kwam ook wel aan bij het publiek, hij ging er ook op in dat een aantal mensen die dus eigenlijk top 16 zijn, dat hebben laten afweten. Ja, man. Toen zei hij van, er zijn 6 verdwenen, nu ben jij 6 gestegen. Je kan je alleen bij gebrek aan beter met de beste mensen. Jezus, bro. En dat was wel, ja. Ik vond op een gegeven moment dat stuk... Real talk. Ja, man. Toen hij over zijn kind begon. Van jouw oor naar jouw kind is een erbarmelijke tocht. Als je wil scheren, je armen zijn te kort. Ja. Gevaarlijk. Deze belt wel sick, man. Erbarmelijke tocht. Je houdt van die niet normale woorden. Ja, eigenlijk niet. Maar om iemand met het uiterlijk van... Eerste keus, erbarmelijk, dus dat vind ik wel inspirerend. En ook dat hij zei, je bent Aziat toch, als je bloot rookt, je Aziat toch. Hey, klaar, die klaarde mij ook, man. Sick, man. Zo fucking droog, man. Zo fucking droog. Ja. Jouw kennis van, hoe ging je tekst ook alweer? Noozy had ook al een ding hoor. Die hele scheme van, je heet Griffith. Van die heet Griffioen, dat is Griffith in Engels, die hele Family Guy van Lois en dit. Sick. Ik hou niet echt van zo'n soort dingen, maar hij deed wel super cool en dat stukje van keuzevak. Ja, een keuze. Ja, had goede shit. Ja, het is gewoon een sikke bed. Jouw vlinders in je buik zijn ontpopt tot lintworm. Ja. Wat op zich heel raar is, want dan zou die niet zo dik zijn. Maar... Je lijkt op Peter Griffin met een paardenstaart. Ja, topste. Deel de schier erachteraan. Denken jullie dat zeg maar. Noozy, dat de uitslag die we zo gaan horen, dat misschien heel anders zou zijn geweest als Noozy heel clean was geweest deze battle? Als Noozy A tot Z clean fire had gespit en die hoogtepunten momentum kon volhouden,
Weet ik niet, man. Dat lag heel erg dicht bij elkaar. Ja. Okay. Heel dicht bij elkaar. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd hoe, het, hoe ver het nu van elkaar ligt. Gaan we de cijfers checken? Toch? Begin ik met Excellent. Eerste keus versus Noozy, de cijfers. Shit. Ja, Noozy, ik moet helaas weer dingen aftrekken van die slips, stumbles en mini-chokejes toch. Zonde, man. Zonde, man. Die man had een dikke 8+. Wat choke binnen gaan. Ik kan hem nog niet herinneren. Hij waren mini-mini-chokejes, man. Ja, die op het einde was wel full-blown choke. Ja, die laatste ronde was wel echt... Ja, zelfs gelukkig. Ja, dat heb ik. Dat was een 8 count van Excellent, dus dan weet je het wel. Ja, klopt, klopt. Over een kin of zo, en toen begon hij te choken. Oh ja, je was een paar keer aan tellen inderdaad. Daarom zeg ik, maar je begon een paar keer opnieuw inderdaad. Ja, je begon een paar keer in de tweede ronde telde je, en dat hoorde dat zeg maar bij zijn shit, soort van, denk ik dan. Maar in de derde ronde ging je weer tellen, en toen hoorde het er niet bij. Zonde man, ja, dan 7,5 man. Ik had hem 8+ willen geven en gegund, maar... Omdat hij sowieso nog fire had, komt hij toch nog op een 7,5, wat niet slecht is, weet je. Ja, okay. En Keus, ja, ik vind het zo fucking dood dat die man elke keer weer de hoge verwachtingen waar weet te maken. Maar het is een shit om de lat hoog te leggen en toch elke keer, weet je toch, te deliveren. Dus geef Keus gewoon een koude 9, man. Een 9 van Excellent. Ja, dat verdient een applausje. Ben je het hier niet mee eens, reageer dan even in de comments. Sowieso een 9. Sowieso, ja. Tim, wat zijn jouw vijf? Eerste keuze 8,8, Noozy een 7,8. Duidelijk. Kimo? Ja, ik zie het ook dat Noozy skills heeft. Ik heb genoten van die bars, maar ik vind dat de heren nog heel mild zijn. En van mij krijgt hij een 7. Dat mag ik een 8 kunnen zijn als hij gewoon als de rondes vol zou spitten. En de eerste keuze was lekker constant. Hij heeft weer delivered en hij krijgt van mij een mooie ronde 8 natuurlijk. Een hele mooie ronde 8. Ja. Is het geen jouw cijfers? Eerste keuze altijd consistent, altijd bars, gewoon altijd stabiel. Ik krijg gewoon een 8,5. En Noozy, als die niet had gechoked, als die gewoon beter uit de verf was gekomen, dan had dat niet veel geschild, dus dan geef ik hem een 7,5. Oké, duidelijk. Ik ga even heel snel deze gemiddelde berekenen en dan ben ik zo bij je terug. Tussen komen de gemiddeldes binnen en terwijl het mij raakte las ik het heel snel en zag ik een 7,4 voor Noozy en een 8,5 voor eerste keus. Natuurlijk zijn deze cijfers niet de enige redenen waarom iemand wel of niet wint. Jij hebt namelijk ook kunnen stemmen en wil je weten wie de uiteindelijke winnaar is geweest? Ga dan naar punchoutbattles.nl en dan zie je de winnaar lekker bovenaan staan. Ik bedank mijn juryleden Kimo, gastjurylid EZG, Excellent en natuurlijk Tim Beumer. En ik ben er de volgende keer weer. Dit was Punch Out Battles, The Judgment. Mijn naam is Demo. Bra 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 bra. Oh, nice.